Op sommige momenten ga je wel afvragen: is, is, is het niet allemaal wat te groot geworden? En tegelijkertijd, ja, er wordt een hele grote ster van heel serieuze dingen uh, beschuldigd. Die ons ook nog expliciet de kans geeft om ja, zo dichter bovenop te zitten. Want voor de duidelijkheid: het is niet uh, normaal dat alles in de rechtszaal gefilmd mag worden. In dit geval was het Ali die heeft gezegd jullie mogen alles filmen en daarom konden we er zo uh, dicht bovenop zitten. Denk je achteraf gezien dat hij daar spijt van heeft? Zeker, ja. En dat merkte je op het moment dat hij uh, ineens vroeg om uh, op donderdag. Uh, om dus de tweede zittingsdag, om op vrijdag het requisitoor en het pleidooi op hetzelfde moment te doen. Want ineens was hij bang voor een uh, disbalans in de. Nou ja, in de in, ik neem aan de showrubrieken in de ja. avond, dus uh, specifiek uh, wij als, uh, als boulevard. Uh, dat was op dag één uh, nog geen probleem. Toen stond ook al het, het requisitoor voor die dag gepland en dan pleidooi voor, voor de volgende ochtend. Dus hij, hij uh, moet zijn geschrokken van de berichtgeving. En ja, dan kan ik me eigenlijk niet anders voorstellen. dan dat hij heeft gedacht. ik ga daar na tweeënhalf jaar eindelijk mijn verhaal uh, vertellen. En ik ga laten zien dat er gaten in, uh, in het dossier zitten. En dan zegt iedereen, oei, wat hebben we die Ali toch uh, ten onrechte door de mangel gehaald. En ja, er zijn wel degelijk wat nuances uh, uh, naar voren gekomen. En ook echt wel wat nou, ja, zaken waarvan ik hem en zijn advocaat heel goed begrijp over nou, waarom zij vraagtekens hebben uh, uh, bij hoe het onderwerp, is gegaan. Maar nuance. Ik denk dat we met z'n allen een schokkend arrogante Ali hebben gezien. die zelfs tijdens de zitting nog uh, niet helemaal begreep dat nee, nee is. Maar denk je echt dat hij spijt heeft? Want ik denk het niet. Ik denk dat hij zich vooral onbegrepen voelt. maar dat hij totaal geen spijt heeft van het toelaten van die camera. Dat hij dat Want dat hij, heeft wel, hij heeft wel op bepaalde momenten. He, zijn moment gepakt. En die fragmenten zie je nog steeds ook terug op TikTok. Ze gaan zelfs viraal, he, Wat hij allemaal aan de rechts al heeft gezegd. Dus ik denk dat die spijt er niet is, maar dat hij zich gewoon ja. onbegrepen voelt. Nou, hij, kijk, uh, op het moment dat je zegt: de, uh, de camera's mogen naar binnen. Uh, dan, dan geef je daarmee de controle helemaal uit handen. En uh, hij is natuurlijk op dag één. ook in de, in de lunch of in de, in de pauzes. is hij heel actief geweest op de gangen. Zond hij met jou te praten? Onder andere, ja. Dus hij, um, hij heeft echt geprobeerd om. om ja, door zoveel mogelijk te zijn, zoveel mogelijk te zeggen. En dag twee was hij al weg van de gang. Dus Aan het eind van de dag, hè? hij werd teruggeroepen. Ja, hè? Door Natasja Haarle. Precies, ja. precies. Maar um, het was dus wel duidelijk dat ze, dat ze daarmee toch weer iets van controle probeerden terug te pakken. Alleen, uh, ja, met de camera's kon natuurlijk niet meer. Maar als je niet op beeld is, bent en je hoort alleen maar de stem, dan wordt hij. Zeker ook vanwege zijn artiestennaam nog ja. meer als een crimineel neergezet. En nu was het natuurlijk wel gewoon zo transparant dat ja. hij daar echt Ali was. en niet de verdachte waarvan je alleen de stem hoort. Maar anders zou je ook de stem niet hoeven horen. Je kan het ook geheel achter gesloten deuren doen. Dat mag niet. Nee, nee de stem mag oh. altijd worden opgenomen. Oh, en dat is. Ja, dan als je alleen de stem hoort, dan zie je natuurlijk uh, hem niet. En dan ja. krijg je toch een beetje het gevoel, uh, het is een crimineel. Want maar dan zit er zo'n recht tegenover. Ik Denk bij. ik dat hij dan wel uh, met meer dingen weg was gekomen. Want nu bijvoorbeeld op een gegeven moment ging de advocaat natuurlijk van de Omi een bommetje droppen. We dachten allemaal dat het van uh, Natasja Harleking zou komen, de bom. Want dat had ze gezegd bij shownieuws. Ja. Die kwam niet, die bleef uit. Maar van uh, de slachtoffers, daarvan daar kwam wel echt een bom. Ja, ja. En toen zagen we, om even op jouw uh, verhaal terug te komen, toen zagen we Ali B. nee schudden van: Ik heb nooit opdracht gegeven om de advocaat van Taghi ook nog eens uh, te laten bellen naar Eltendamme om te vragen of ze de zaak wilde laten vallen. Uh, en toen, ze, toen schudde die zo met zijn hoofd. Dat had je natuurlijk niet gehoord anders. En toen zei hij zo heel zachtjes: Het is echt niet normaal. Dit het is, niet, het, het is gewoon niet zo. Maar anders hadden we zijn stemmen en hij dat helemaal niet meegekregen. Dus helemaal hij dat hij, niet. Ja, hij, daar blij maar mee ik, is. Dat nou, kan. ik denk nee. niet. Wat nu achteraf blijkt. dat hij wel degelijk ja. uh, opdracht hij, heeft gegeven. Maar hij bedoelde natuurlijk het intimideren. dat dat niet klopt. Hè. Daar sloeg hij op aan. Want hij ontkent uiteindelijk helemaal niet dat hij nee, contact heeft nee, gezocht. Hij zei eens, op dat want... moment dat er helemaal niks van nee. klopte. En je zag in zijn hele houding... van nee, dit verhaal is totaal uit de lucht gegrepen. En als je dat dan legt naast andere momenten waarop hij zo reageerde... moet ik meteen denken aan het moment dat het OM hem uh, ondervroeg... over uh, de, de, de aanranding van Jill Helena. En zijn bewering dat hij uh, dat überhaupt op dat moment niet wilde... omdat zijn vrouw hoogzwanger was... En en het OM ging toen langzaam toe, maar hey, maar eventjes voor de duidelijkheid, je vrouw was op dat moment zes maanden zwanger. Toen zij negen maanden zwanger was, heb jij nog op dat schrijverskamp seks gehad met twee vrouwen en ben jij beschuldigd van nog seks met een uh, met een derde vrouw, dus de de, de 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 verkrachting. En toen had hij diezelfde houding van, nou, waar wil je nou heen? En zijn je nou Wikipediaatje aan het spelen? En... Doordat we hebben gezien en zo, doordat we kunnen laten zien hoe hij reageert op dus iets waarvan we achteraf weten dat het helemaal geen absolute onzin was. Ja, kunnen we dat koppelen aan, uh, aan, aan ja, die andere situatie. Gevoelsmatig wel, als je, je er, er eigenlijk geen je verstand van hebt. Ja.